U doet al verschillende kunstvormen. Wat is het gevoel dat de verschillende kunstvormen bij u oproept? Het is eigenlijk het materiaal. Dus ik werk meer met een idee, een concept. En aan de hand van het idee kies ik mijn materiaal. Die foto's die ik u zou moeten laten zien, die heb ik niet. Maar misschien is er wel wat in dit boek. Dit is een met textiel. Dit is een met een metalen beker. Met een, dit is zeefdruk. Dus, met? Dit is zeefdruk. En wat trek al die materiaal wat je daar, wat trek je het meest aan? Ik heb niet echt een voorkeur voor een bepaald materiaalsoort. Maar wel voor een bepaalde vormgeving. En dat is driedimensionale vormgeving. Daarvan hou ik het meest. En mijn inspiratie is eigenlijk de maatschappij. De nationale maatschappij en de internationale samenleving. Dingen die in Suriname gebeuren. Dingen die je in het buitenland meemaakt. Want dat textielbeeld van mij bijvoorbeeld, die heeft te maken met de Alakondre samenleving in Suriname. Stukjes textielgebruik die gerelateerd zijn aan verschillende culturen, bijvoorbeeld pangistof, batikstof en dat soort dingen. Je bent meestal de pionier op dit moment. Yes. Ik heb geëxperimenteerd met Helomoer. Een van de eerste projecten was waterverf. Dat heeft me als kind meest aangetrokken. Dat is het enige waar ik toegang had. Dat was goedkoop. Ik had papier, ik had de mogelijkheid, ik had een leraar die me begeleid. En hij was een waterverf. Maar later ben ik gaan experimenteren met hout, met olieverf, met acryliek, met kleurpotlood. Met krijt, van allerlei. Okay. En, maar heeft u een favoriet materiaalsoort? Ik heb, het depend on. Ik maak er een grapje van. En zeg, als mijn vrouw die avond liefkoos, dan ga ik heel fijn werken. Dan maak ik met waterverf heel mooie schilderijen. Als mijn vrouw een beetje boos is op mij, dan ga ik mijn agressie uit met beitel en hamer. Ga ik een beeld hakken. Dat is een grapje. Maar ik wil alleen aangeven, je bent elke dag in een andere stemming. En je gemoedsdoening laat me grijpen naar een bepaald materiaal. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.